Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, Link, Tam en Griffin. En jongens, hier ben ik dan. Ik heb hem geraakt, kom. Oh mijn god, wegwezen, wegwezen. Yo, Coco Coloni. Welkom weer terug bij een nieuwe Pixar. Vandaag zit ik hier, zoals je kan zien, heel verdrietig hier te huilen. Je vraagt me misschien af, Link, waarom ben je zo verdrietig? Nou, lieve kijkertjes, dat kan ik je vertellen. Want ik weet dat sommigen van jullie, ja, daar is hij alweer, niet op dat belletje hebben gedrukt. Want namelijk, naast het abonneerknopje, moet je tegenwoordig ook op dat belletje drukken. Dus druk op dat belletje nu. Eyes up here. Ja, top. Niet naar mijn pik kijken. Maar goed, druk eventjes op dat belletje naast het abonneerknopje en dan krijg je altijd een melding voor als ik een video upload. Maar goed, we zijn weer in Pixar. Er zit natuurlijk nog een PT in mijn basis, dat is mooi. En een Parasaurus staat hier ook nog van level 19. Dat is allemaal goed nieuws. En wat hebben we nog meer? De Ark is geüpdate. Want ik zie hier dat deze twee dingetjes boven zijn kop heeft. Deze heeft er eentje. En ik zie daar ook een raptor in de verte. Die staat er nog steeds. Die staat er altijd al. Maar ik denk dat dat betekent dat hoeveel difficulty dit is. Of hoe sterk is hier. PT heeft er 3, zag ik. Interessant. Waar is mijn... Hallo, waar is mijn balkje? Hallo, waar zie ik mijn balkje niet meer? Hallo? Oh. Hey, hij is terug. Oh, ik heb geen item. Omdat ik geen item... Ik heb natuurlijk al mijn items in de kistje gedaan. Alright, we're ready to rumble. Nou, voor het geval je de vorige aflevering nog niet hebt gezien. Wij hebben een heel stuk geëxplored. Wij zijn achter Copper gekomen waar dat ligt. En dat je allemaal andere oors hebt. Nou, leek het mij wel een geinig idee om dat Copper te gaan smelten. Ik moet alleen even kijken waar ik dat precies heb neergegooid. Oh ja, hier is die. De Copper oor. We hebben de 56 hebben we. En dat wil ik graag omsmelten. Moet ik even kijken of ik daar nou iets voor moet leren. Ik denk het wel, maar ik heb geen idee wat. Iets van een forge of iets in de richting. Iets waar ik in mee kan smelten. Oké, hier zit dus geen forge. Misschien bij deze staat misschien een forge. Hier staat geen forge. Hallo. Hoe noem je hier een oven? Ik wil gewoon een oven hebben. Ik wil gewoon oors kunnen smelten. Hallo, mag dat? Ik heb wel een campfire. Kan ik het daar dan misschien mee doen? Nee, natuurlijk niet. Dat kan niet. Dan wordt dan maar de PixArk Wiki bekijken. Ook al staat er nog geen enkele meuke informatie op. We gaan het toch proberen. We gaan het even opzoeken. Een forge. Kunnen we iets van... Er staat helemaal niks bij hier. Oh, dan moeten we maar op eigen houtje zien te doen, denk ik. Ik kan me in ieder geval niet bij de primitieve kijken. Dus denk dan bij metal dat ik dan moet gaan kijken. We hebben het heet gewoon een smelter. Are you kidding me? Level 20 kon het al leren. Hartstikke top. Kijk, kom. Copper, kunnen gasoline maken, glass, gold, iron, zilver en een PTS. Maar die hadden we dus al. Het was niks minder dan een smelter. Dan hebben we 10 rocks voor nodig. Als het goed is, hebben wij dat ook. Het is trouwens meteen donker geworden. Ik ben zo lang al aan het zoeken hoe ik dit wel moet doen. En ik heb blijkbaar maar 5 rock in huis. Dus dan moeten we eventjes het extra bijgaan. Hallo, ik kan je zweren dat ik al deze flint hier allemaal weghak. Is dat allemaal teruggegroeid of zo? What the hell is going on? Ik heb even de gamma omhoog gegooid en wij hebben 10 rock, dus dat is heel mooi. Dan wil ik graag een smeltertje maken. Yeah, very nice. Alleen waar de hel, dat ding is groot, waar de hel, moeten we hem plaatsen. Oké, we moeten dus een foundation hebben om erop te zetten, dat hebben we nu niet. Hij is 4 groot. Dan gaan wij gewoon 4 foundations maken, zoals dat hoort. En dan maken we eventjes een uitbreiding hier. Uiteindelijk wil ik nog wel gaan verhuizen, want hier wil ik natuurlijk niet blijven wonen. Maar ik heb nog geen betere plaats gevonden om te gaan wonen. Dus ik heb nog geen motivatie om te gaan verhuizen, maar ik wil het wel een keertje. Doen. Hier, koppen. Oh, gooi die koppen er maar in, hoor. Er moet natuurlijk ook fuel in. Oké, fuel. Hij gebruikt kool, denk ik. Ik heb kool bij me. Hallo, kan ik kool gebruiken? Ja. En kan ik dan dit craften? Craft item. Nee, dat moet er ingegooid worden, denk ik. Waar gooi ik dat erin? Hallo, hoe doe ik dit? Oh nee, eerst light fire. En dan craft all. Oh, en dan pakt hij het uit mijn inventory. En nu is hij het aan het craften. Nice. En we kunnen ook glas maken door zand. Dat is mooi. We kunnen iron maken. En daarna kunnen we ook nog zilver maken. Dat is nog beter. En dan heb je gold. En gold is denk ik het beste. Maar we moeten zo level 24 hebben om een copper pickaxe te kunnen maken. Dus dan wil ik eigenlijk wel worden. Dat doen we nog 2 leveltjes is dat. En ik zie daar een drop naar beneden vallen. Dus ik denk misschien, meneertje de PT, dat wij er wel heen kunnen gaan vliegen. En hier, Firefly. How you doing, my dude? We beginnen spontaan koud te krijgen. Dat kan best, dat kan prima. Maar ik zie hier een heel mooi dropje. Oké, hier moet je oppassen. Want hier zijn gevaarlijke wezens. Ik zie daar al een skeleton. Dat ding is zo groot, jongen. Oh, en ik ben trouwens level up. Hey, dat is hartstikke fijn. I'm freezing. Hallo, drop. Kan ik erin? Moet level 5... Are you kidding me? Ben ik hier helemaal heen gevlogen? Moet ik level 25 zijn? Wat een rotding, zeg. Ik zie nog wel een grijze strand. Dan gaan we die wel weer openmaken. Maar dat vind ik helemaal niet leuk, want ik wil gewoon een groene. Oké, die kunnen we openmaken. Wat zit erin? Oh, er zit al copper ingots in. Oh, nice. Oké, dus uit drops kon ik al copper krijgen. Dat is best wel kopperig van me. I'm here all day, folks. I'm here all day. Oh, je ziet ook gewoon, kijk hier.
Als ik echt aan het... Oh, dat is vet, jongen. Dat ik zo aan het koken ben. Dat is very nice. En dan gaat het met het... Oh, we hebben er al 35. Oké, die nemen we alvast mee. Die gaan we ergens neerleggen. We moeten gewoon eventjes nog power levelen. Oh, maar hij zei net dat ik level up was. Maar dat ben ik niet eens. Dat is natuurlijk mijn PT die level omhoog is. En nog wel iets meer HP. Oh, ik krijg maar 4 HP erbij. Nou, oké, maar prima. Ik ga even zo dingetjes kiezen. Zoals die mushroom daar beneden. Deze heeft ook een gevaarheid van 3. Zie je dat? Oh, interesting. Nou, jullie merken wel wanneer ik 2 levels omhoog ben. Tot zo. Oh, jongens, ik ben al in level up. Hey, helemaal top. En de mushroom is nog niet eens dood. Ik ben level up. Helemaal top. Oh. Oh, daar kreeg je heel veel van. First show als achievement. Ik zie trouwens dat de ratings van de dingen die droppen echt veel verminderd zijn ineens. A poor creature was killed by you. Die heb ik ontgrendeld, jongens. Nou, helemaal top. En we zijn al halverwege qua level. Het gaat... Oh, dat leveling gaat heel goed. En we zijn level 24, my dude. Het gaat lekker. Ik had misschien ook vorige aflevering gezegd van... Hey, misschien zijn de ratings misschien iets te overpowered nu door Kut Rudy. Maar ik heb het gevoel dat de ratings nu echt gewoon gehalveerd zijn van wat dat eerst waren. Kut Rudy. Je doet het ook nooit goed, hè, Kut Rudy. En wat zit... Oh, hallo? Hallo? Wat zijn jullie... Wat zijn... Hier zit een sekspraktijk, jongens. Oh, oh, ja. Het is nu gecensureerd. Er zitten gewoon 2 Onyx hier te senksen. Dat wil je niet zien. En dat is 1 neer. Oh, nu is de andere ontsnapt. Nee, dat is de hoge level. Kak, sorry. De andere stink Onyx, die mag ook even lekker neer van mij. En hier is dit. Lekker gedaan. Oké. We zijn dus 2 levels omhoog. Hartstikke fijn. Dan gaan we dat ook even in weight stoppen. Want weight is denk ik heel erg belangrijk voor later. Het wordt tijd om een betere pickaxe te gaan maken. Even kijken wat hiermee gaat. Je bent klaar met smelten. Dus haal ik alles er weer eventjes uit. Zo, toppie en gremmen. En dan gaan we voor een geweldige... Oh, hier, kijk. Kopper X kan je natuurlijk ook maken. En nog 1 level. Dan kan ik zelfs een zwaard. Oeh, ik denk dat die zwaard wel heel netjes uitkomt. Maar hier staat bij, can only be crafted at the workbench. Oké, dus we hebben ook een workbench nodig. En ik weet dat die hier zo is. Een workbench. Hallo, workbench. Ja, daar moet je 23 voor zijn. Laten we die dan ook even maken. Een soort smiddy is dit dan. Daar hebben we ladder voor nodig. Klei en hout. Oké, hout heb ik, ladder heb ik, klei heb ik niet. Maar zover ik weet is dat daar klei hier zo. Is dit klei? Hallo, mag ik even hakken? Ja, dit is klei. Hoppakee, helemaal top. En ik ben aangevallen door zo'n stinkbeest zoals hier. En ik ga je hartstikke aan dood. Ik ga door dit beest dood. Ik heb een idee. We gaan naar Rudy's basis. Hallo, kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Ah, kak, hij komt niet naar binnen. Oké, doe hem open. Ja, kom maar. Ah, kak, ik wil dat hij naar binnen komt. Ja. Prima. En dan sluit hij op. Haha, yes, we zijn hem van hem af. Dankjewel, Rudy's basis. En we kunnen een workbench maken. We hebben zelfs te veel klei gehakt. Maar te veel is nooit slecht. En die moet natuurlijk ook ergens neerzetten. En die is ook 4 groot. Oh, allemaal problemen. Mijn huis is gewoon nu al te klein, hè, jongen. Besef even, hij is nu al te klein, hè. Zo, dan gaan we dit weer eventjes uitbreiden. Maakt niet uit dat het allemaal buiten is. En dan plaatsen we hem hier. Oh, hij is maar 2 groot. Oh, oké. Nou, dan vind ik die ook wel prima. Zo, dan kunnen we erin. En dan kunnen we bij tools kijken. Hallo, mag ik bij tools kijken? Kopper? Jazeker. En dan staan hier de prachtige dingen. En dan wil ik hem graag maken. En deze wil ik ook graag maken. Maar, hallo, hoe? Ik heb mijn kopper niet eens bij me. Kan hij dat uit de chest halen van dichtbij? Hallo? Zover ik weet zit mijn kopper hierin, hoor. Ja, oké. Hij kan dus dingen ergens uitpoelen. Dat is best wel relaxed. En die andere stone pickers en zo, I don't care, die drop ik wel gewoon. Want die hebben we toch niet meer nodig. Oké, nu hebben we kopper. Wat kunnen we kopper hakken? Oké, kijk hoe snel dit gaat. Oh, flint is nu instant. Mwah, heel netjes. Kunnen we al... Oh, pas op. Kunnen we al gold hakken? Ik denk het niet. We kunnen nu al gold... Dat is helemaal geen gold. Het is sulfur. Wat? Mijn leven is een leugen. Wat kunnen we nou met sulfur doen, man? Jammer. Ik ben 100% overtuigd dat dit stomme meuk gold was. Ik was al helemaal van me afgepoven dat ik het kon mijnen. Is het niet eens gold? Wat jammer. Oké, een steen kan ik nu in 1, 2, 2 hakjes al. Is het al weg? Dat is zo netjes. Ik kan niet wachten tot ik steen gewoon in 1 kan hakken. Maar een stenen basis zit er nu bij mij wel in, hoor. Om dit uiteindelijk te maken, aangezien het best snel weg kunnen hakken. Me likey very muchy. En als we een boom om gaan hakken. Boom. Oké, dat zijn 2. We krijgen een normal tree seed. Oh mijn god, we kunnen zelf boompjes gaan planten nu. Oké, hier ben ik best wel tevreden mee, moet ik eerlijk mee zijn. This is a big step for mankind, zeg ik dan. A big step for mankind. En ik wil graag nog level 25 worden, zodat ik zeg maar die drops überhaupt open kan maken, die groene. Maar ook een zwaard kan maken. En ik denk dat dat zwaard wel heel goed van pas kan komen. Dus wat ik denk wat ik ga doen, is weer helemaal hier naar het westen toe vliegen. Waar we dus al een keertje zijn geweest. En daar heb ik zeg maar zilver gezien, denk ik. Of iron, een van de 2. Niet dat het dit spul is, dat is zilver. En dan hoop ik dat ik daarmee heel snel kan levelen als ik dat gaan hakken. We zien wel, denk ik. We zien wel. Oké, jongens, ik ga trouwens even over het water heen.
En wat de hel zie ik hier? Is dit een soort Pegasus? Of wat de hel is dit, joh? Okay, kan ik het scannen? Nee, ik kan het niet scannen. Kak, dan moet ik van mijn PTE af. Oh, het is hier. Een hippocampus. Level 14. Maar het is voor mij wel heel gevaarlijk. Hè? Ik wil... Is die agressief? Ik hoop dat die agressief is. Ik zie ook een puffer hier. De puffer is... Oh mijn god, wat is... It's a majestic beast. Ik wilde heel graag eventjes dat hij... Zeg maar, dat ik hem even kon scannen. Zodat ik hem in het museum had. Maar dat gaat niet lukken. Oh, oh mijn god. Oh, ik dacht even dat het octopussen waren. Maar ze zijn manta's. Oh god. Boven het water is mijn PT op, jongens. Help. Mayday. 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 En... Blok. Oké, okay, we zijn eraf. Geen paniek. Geen paniek, we kunnen kijken. Ik zie daar een itchy, dat is helemaal prima. Ik zie daar ook een itchy. Geen piranha's. Geen piranha's, dat zijn piranha's, hè. Oh god, oh god, oh god. Hé, PT'tje, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Kom, volg mij. Volg mij eens. Volg mij. Volg mij. Kom, 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 kom. En yes, heb je weer stamina gekregen? Kakzooi, hallo? Kan jij? Kan je weer? Mannen? Nee? Oké, okay, dan ga ik wel naar het land toe. Kom op, ik wil weer op het land. Ik ben weer op het land. Hallo, PT'tje. Wil jij ook komen naar dit land? Het is heel lekker land. Helemaal top. En we zijn er bijna, jongens. We zijn bijna op de plek van het zilver /iron dat ik denk dat ik heb gevonden. En het is hier op dit stukje land. I can remember. En ik zie daar ook een quest. Deze quest heb ik voor mij nooit gedaan. Oké, we gaan hem accepteren. Wat staat er? Collect 5 narco berries. Dat is echt een hele makkelijke. Oh nee, wacht. Rudy heeft natuurlijk de server settings veranderd. Kut, Rudy. Nu gaat het heel lang duren. Oh nee, wacht. Er staat plant 5 narco berries. Oh ja, nee. Dat gaat nog langer duren. Your firefly has been defeated. Hallo? Hallo? Nee, mijn vuurvliegje. Jongens, de avonturen van vuurvliegje. Links vuurvliegje zijn over. Die was hier. Ergens was hier een vuurvliegje. En we foamen. Ja, hey, how you doing, my friend? Convert into pixblock. Ik weet niet of ik dan te zwaar ben, maar... Oh, dat lukt nog wel. Ik kan je denk ik wel mee naar huis nemen. Goed, eventjes kijken. Oké, hier was zeg maar... Kopper en dat andere meuk, zeg maar, dat kool. En waar was het zilver? Dat zilver was hier helemaal niet. Wat lullig. Oh mijn god, ik ben helemaal vergeten waar dat zilver was. Oké, dan moet ik zelf eventjes gaan zoeken waar een nieuw plekje is. Waar mijn mooie zilver is. Oh, ik heb het gevonden. Hier, hier. Hier was dat spul. Hier was het richtje, hier was het richtje. I found it. Is mijn ding nou moe? Oh mijn god. Mijn PT's staan me bijna op. Hij had het om 11. Oké, rust jij maar eventjes uit. Dan ga ik even kijken op de map waar ik nu precies ben. Oké, ik ben een beetje hier zo. Oké, dan moet ik goed onthouden dat het hier is. Want hier zijn namelijk ook die twee allereerste koppers die ik ooit in mijn leven heb gehakt. En dat is nu 3. Oh, en 3 hakjes heb ik hem al. Dat is 1, 2, 3. Heel erg netjes. Ik hoop dat ik dat zilver nu kan hakken. Dan komen we snel genoeg achter. Dat glijdt natuurlijk ook net als dirt. Gewoon 1 hakkie, takkie en weg is zakkie. Maar de vraag is, kan ik dit hakken? Yes, en het is... Quartz, hallo? Wat heb ik nou weer aan quartz? Ik dacht eerst dat dit gold was. Dan dat dit zilver was. Is het zilver en quartz? Hier word ik toch helemaal ongelukkig van. Oké, we gaan even kijken op de wiki. Quartz, wat kan ik ermee? Use to craft the power generator, staat hier zo. Dat is de enige info die er is. Een power, weet je, we hebben het ooit nodig. Ben ik er nu? Ja, krijg ik er best wel wat levels van? Ik krijg hier best wel wat levels van voor mij. Ja, 1 XP per dingetje die ik hak. Dus dat is wel lekker. Nou ja, jongens, dan ga ik dit maar even hakken, al die quartz. Maar gelukkig ben ik wel level omhoog. Yippie! Nou, ik heb op het moment heb ik 110 quartz. Ik denk dat ik er voorlopig wel genoeg mee heb, PT'tje. We gaan hier weg. We zijn hier bedrogen. Mijn zilver was een leugen. Nou, of staal of één van die dingen. Het is allemaal bedrog. Maar wat geen bedrog is, is deze drop. Hallo, mag ik in ieder geval hopen? Hallo, ben jij bedrog? Ben jij bedrog? Hij is wel bedrog. Hij is gewoon vlak voor mijn neus. Is die weggesmolten? Wat is dit nou weer? Ik ben bedrogen. Het is sowieso de schuld van kut, Rudy. Rudy zit sowieso hier achter. Ik weet het gewoon. En ook een dingetje dat ik weet, is dat ik terug eventjes naar mijn huisje ga. Gewoon even lekker weer thuis ga even chillen. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn er weer. Een veilige landing. Welkom dat je hebt meegevlogen met Link Airlines. Hartstikke top. En die Fomia mag ook eventjes. Hoppakee, je bent er weer. Hé, je bent weer thuis, makkertje. Veel plezier. En hier weer thuis zijn. En dan vraag je misschien af, Link, wat nu? Nou, ik kan je zeggen wat nu, want we kunnen natuurlijk een nieuw zwaardje maken. En dan kunnen we onszelf beter verdedigen. Namelijk een koppige zwaard. A fine sword made of copper. A favorite of warriors. Laten wij die eventjes hierin gaan maken bij weapons. En daar staat... Oeh, wat is dit allemaal weer? Een dudicrous tail. Voor een dudicrous hamer en een raptor claw voor als ik een raptor claw heb. What? Oké, laten we eerst even dat zwaard maken. Dan misschien even wat handiger. Top. Dan hebben we een zwaardje. Dan kunnen we het speer. Die heeft...
152 attack natuurlijk, maar deze heeft natuurlijk 100%, maar ik heb zo'n gevoel dat deze sterker is. En we kunnen ook blind arrows maken, dat is een poison. Dat ze blind worden en gaan bloeden. Moet ik een Diplosaurus moet ik dan killen? Oké, interessant. En armor kan ik een flame feather costume maken, dan moet ik een Argentavis voor killen. What? Allemaal dingen dat ik denk van, what? Nou, ik wil best wel een raptor killen en die raptor die daar nog steeds staat, wil ik best wel even door de kopje heen hakken. Dus PT'tje. Zullen we er maar even heen gaan? Oké, ik ga je dan hier parkeren. Top, dankjewel. En dan ga ik hoor. Pam, padabam, 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 pam, pam, padabam, 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 pam, pam, padabam, padabam. Hallo, kan ik jou überhaupt raken? Hallo, hallo? Smack hem, smack hem. PT, oh, ho, 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 kom naar mij. Kom naar mij, PT. PT, PT, PT. Je gaat hartstikke neer. Oh, T. En dan, passive, passive. Passive, en kom naar mij. Die raptor, ik heb geen idee hoe het met hem zit. Oh, oh, een onyx. Oh, god. Oh, PT'tje, PT'tje, PT'tje. Oh, 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 hallo. Hallo, ik ga... Oh, ik ben hartstikke neer. Oh, mijn god. Dit is niet hoe ik het in had gebeeld, maar ik heb mijn zwaard nog steeds, jongens. Ik heb mijn zwaard. Ik kan vechten. Mijn PT, waar is die? Oh, hij is hier. Oké, prima, prima. Onyx, deze onyx hier. Zie je deze? Oh, ik ben echt bijna dood. Oké, weet je wat? Laat ik jou eventjes hierheen vluchten. Zo, prima. Hallo, onyx, wil je me vechten? Vecht dan met mij. Of geef je over en zwicht. Miauw of ogen dicht. Ja, en meteen gaat hij wildloop doen, hè. Kom hier dan, hè. Loser. Loser. Hoppakee. Oh, oké. Jongen, maar dit ding raken is zo lastig. Hoppakee. En weer geraakt. Het is een level 2 Onyx. Kom op, jongens. Dankjewel, zeg. Jezus. Waar is die raptor? Die raptor is hier. Hij is level 6. Nee, 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 nee. Dat is mijn beste PT. Dat is mijn beste. 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 Die mag niet dood. Die mag niet dood. Oh, god. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? I did something. Oh, nee. Mijn paso. Mijn andere PT. Je stinkend. Stinkend mormel. Blijf vanaf. Oh, mijn god. Nee. Nee. Hij maakt alles dood. Alles. Alles! Alles! Nee! Nee! Oh, nee! En dan gaat hij me nog negeren ook. Nee, 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 nee. Jij hebt alles wat mijn hartje bezeert. Oh, sorry, Fomia. Oh, het spijt me zo. Jij hebt alles wat mijn hartje... Oké, ga dan maar dood, hè. Heb je alles... nee. Hier komen stinkmormel. Nee, 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 nee. Je blijft met je tangles van andere PT af. Nee. No way dat je die aangevallen. No way. Stinkend, stinkmormel. Ga pijlen op je schieten, hoor. Ik ga pijlen op je schieten. Stinkend, stinkjoch. Ik heb niet eens pijlen... ik heb natuurlijk allemaal pijlen kwijt. Die heb ik erachter gelaten. Jij stinkend. Waarom ga je niet dood? En de beste van alles... Waarom negeert hij me? Waarom negeert hij me als een stinkend joch? Hij negeert me gewoon, zie je dat? Alsof ik niks voor hem boei. Hallo? Ik ben hier. Hij rent gewoon weg. Ik ga eens een spul halen met al die pijltjes. En dan, daarna ga ik hem doodmaken. Hier, hoppakee. Zit al mijn pijlen in. Nou ga ik hem eens even door zijn kop heen jassen. Arme beestjes. En mijn Fiomia die neer is gegaan. En dit was me niks minder dan mijn WC dood te gaan. Mijn PTE. Oh. Maar echt mijn allereerste PT. Oh, wat zonde. En hier mijn patchje met al die andere meukdingen die hij heeft verzameld ooit. Waar is die stinkrepte? Waar is die? Hij is daar. Ik heb hem gevonden, jongens. Dat stinkbeest is daar. We gaan hem een pijn naar boven beschieten. Haja! Hoppakee. Die is mooi in je kontje. En hoppakee. Die is ook mooi raken. En de volgende shot. Hoppakee. Hoe was die mis? Oké, we gaan op één chartje. Let's go. Let's go. Dit kop is waard, heb ik niks voor niks gemaakt. Jij hebt 3 van mijn dieren doodgemaakt. Dat betekent dat jij ook hartstikke neer moet. Stinkend mormel. Kijk, nu heb ik mooie slagen op je. En wanneer ga je dood? Dit duurt wel een beetje lang. Hallo? Hallo? Hallo, waarom duurt dit zo lang? Hallo, hoor je me nog? Waarom is een raptor van level 6 zo sterk? Hallo? Ark, Pixark, hallo? En waarom zijn mijn dino's zo zwak? Hij is agressief geworden, Maar dit was een stinkend stinkmormel. Nee, 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 nee. Hij is heel erg aan het bloeden. Oké, gaan we even afstand houden. Dan gaan we gewoon op het schieten vanaf hier. Voordat ik weer agressief ga doen, wil ik hem gewoon... lekker dood hebben van een 4. Ouwe, hoe lang duurt dat een level 6 raptor dood? Ik snap het leven niet meer. Hallo? Oh ja, hier heb ik natuurlijk ook nog een PT'tje. Hey! En een foam, ja. Oké, prima. Kan ik hem headshotten? Dat zou heel fijn zijn. Oh! Ik heb een raptor van level 6 vermoord. Dat klinkt helemaal niet zo enthousiast. Het klinkt ook helemaal niet bijzonder. Het klinkt alles behalve bijzonder. Echt waar, ik zweer het je. Het was echt gewoon niet bijzonder. Maar hebben we het wel gedaan. Kan je me volgen? Hallo? Hey. Ja, ik mis een PTE'tje, dus ik neem jou maar mee, denk ik. Oké, helemaal top. En jou, ja, je bent level 15. Jij bent mijn nieuwe Fomia, terwijl ik helemaal niks aan heb. Ik heb weer een nieuwe, yippie de pippie. Zie je hoe blij ik ben? Ik ben hartstikke blij. Stomme mushroom dat je er bent. Het is allemaal jouw schuld. Ik eindelijk een goed zwaard te hebben of iets in die richting. Is het nog steeds mogertje zwak? Wat heb ik? Ik ben trouwens wel level omhoog gegaan erdoor, dus dat is wel heel erg relaxed. En hij is neer, yes. En ik had trouwens deze PTE gewoon even usen trouwens. Even kijken.
kijken. Zo, daar ben je. Want ik heb natuurlijk nog een zadel over. Dus die kan ik mooi aan jou geven. En dan kunnen we naar huis toe vliegen. Goddammit, Kevin. Ik ben in ieder geval blij dat ik die andere PTE die bijna level 100 is, dat ik die tenminste eventjes in mijn hok heb gegooid. Anders was die ook hartstikke dood gegaan, denk ik. Jongens, ik denk dat het verstandig wordt om eventjes op een van de twee PTE's. Nou, laten we jammer doen. Je hebt heel lang in de kou gezeten. Om even eens een plek te gaan zoeken waar het best is waar wij een nieuwe basis kunnen op gaan richten. Dit is een prima plek om te wonen. Maar ik heb zo gevoel dat we eventjes een nieuwe basis ergens moeten gaan maken. Of in ieder geval een klein beginnetje aan kunnen gaan maken. Dat lijkt me misschien het beste. En oh mijn god, wie woont hier nou weer? Dit is letterlijk naast me. Hallo? Van wie is dit? Dit is van Rudy. Hey Rudy. Kan ik naar binnen? Hallo? Dat kan ik niet eens weghaken. Wat is dit nou weer? Ik wil naar binnen. Hallo? Mag ik bij Rudy naar binnen? Waarom mag ik niet bij Rudy naar binnen? Hallo? Jammer. Ik mag niet bij Rudy kijken. Oké, laat me dan naar Rudy. Maar hij heeft wel een mooie... Hij heeft ook een stenen basis al. Man, ik wil dat ook. Nee, nog meer motivatie om eventjes een mooie plek te gaan zoeken hiervoor. En we moeten natuurlijk niet op een te... Oh mijn god, ik zie allemaal dom erin staan. Niet op een te gevaarlijkere plek wonen. Aangezien die pik nou best wel lastig is om te overleven. Oh mijn god, wat is dit nou allemaal weer, joh? En het is weg. Zullen we door deze poort doorheen gaan? Kijken waar we terechtkomen. Hallo, ice element. Ik ga hier doorheen. En ik ben benieuwd waar we komen. En we zijn ergens. Oké, laten we even omhoog gaan voordat we iets worden aangevallen. Oh, dit bedoel ik dus al. Door wat we worden aangevallen. Het werd compleet geraakt. Dan weet je niet. Waar ben ik? Ik ben... Oh, hier zo. Dat is nog niet zo heel ver. Maar zo weer hele mooie donder en bliksem. Oké, ik ga wel even wat door meer portalen. Nu ga ik door deze heen. En dan gaan we kijken waar we hier uitkomen. Oké, we zijn nu bij een... Oh, een boom die in de fik staat. Dat vind ik ook een hele fijne plek om uit te komen. Oh, en de boom is weg. En er zit een gigantische schade boven me. Wat is het? Het is een... Oh, een kwetsel. Oh, oké, dat valt mee. De epische muziek mag stoppen. Het is niks bijzonders. Oh, en we staan er van PT is op. Rustig landen. In welke wereld is dit nou weer? Wat zijn dat nou weer voor beesten? Oké, ik ga iets dichterbij. Ik wil kijken hoe ze heten. Wat zijn jullie voor beesten? Hallo, mag ik een naam zien of zo? Jullie zijn een Shadow Leopard. En jij bent een slijmpje. Oh mijn god, ze willen me aanvallen. Okay, wat zijn dit voor slijmeren geweest? Het zijn gewoon slimes. Oké, dat is ook leuk. Dat is hartstikke leuk. En wat de hel is dit? Oh mijn god, is dat een griffin? Hallo? Dat is een griffin, ja. Holy shit, die heeft gewoon 7 dingen. Holy shit, dat is een griffin. Oh mijn god. Oké, oppassen. Ik was eerst even naar die kwallen aan het kijken. Wat deze kwallen hier waren, maar... Hier is een griffin, jongens. Een griffin. Oh, dat is een... Oh, dat is een boom. Dat is een boom. Hallo, dat is een boom. Een lopende boom. Een triumph. Ik heb geen idee wat het uitspreekt. Is dat ook een triumph, dit ding hier? Hallo, ben je ook een triumph of niet? Nee, je bent gewoon een boom. Nee, je bent ook een triumph. Oké. Wat moet ik van deze magische... Oh nee, dit is toch zo'n standbeeld. Waarom beweegt de standbeeld? Oh. Dat is een gargoyle. Je hebt wel een goede animatie, man. Echt perfect. Oh shit, dit is gewoon mijn next level wereld hier zo. En dat is zo'n... Oh, dat is een half paard, half mens. Dat is een centaur. Yo, dit is geweldig. Dit zijn geweldige wezens. En hier nog weer een griffin. Jongens, Demon Griffin? Ja. Ik kan niet zo van mijn PT op hem schieten. Oh mijn god, een level 6 Griffin. Dat is wel vet. Wat nou als we Sleepy Darts opschieten? We gaan gewoon kijken wat er gebeurt, ja? Weet je wat? YOLO. Oké, moet eerst even dit wezen even weglokken. Kom eens even mee. Ja, dankjewel. Oké, misschien vanaf deze berg hier. Zo, dit is een berg en het ziet er leeg uit voor nu. Oh, dat is een... Oh, jezus. Je hoeft me niet te beschieten. Stop maar. Hallo? Wat krijg ik zoveel damage? Stop het. Stop met damage. Top. Dankjewel. Oké, waar de hel is die griffin? Oh, daar is de griffin. Oké, stap af. En schieten met pijltjes, I guess. Hallo? Oh. We gaan een griffin temmen, jongens. We gaan de griffin temmen. Was die raak? Die was mis, hè? Kom op, schiet hem raak, Link. Oh, die was raak. Ik zag een bloedvlaf komen. Maar he doesn't give a damn. De griffin. Jongens, de griffin. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij. Link, Tam en griffin. En jongens, hier ben ik dan. Ik heb hem geraakt. Kom. Oh mijn god. Wegwezen. De griffin is boos. Oh mijn god. Heb ik hem al getemd? Hallo, ben jij getemd? Tam en griffin? Hallo? Jezus. Oh, die doet veel damage. Oké, weet je wat? Misschien moeten we nu nog geen griffin te... Holy shit, is het level 3 griffin? Jemig, er zijn heel veel griffins hier. Waarom ben ik hier? Waar op de map ben ik? Ik ben helemaal hier. Dit is de Magic Forest trouwens. Dit is de Magic Forest en ik wil je weg. Zijn er griffins achter me? Nee. Maar ik zag hier wel een iets anders. Wat is dit nou weer? Oh, hier zijn we ook bij de desert gebied. Is dit een phoenix of is dit een Argentavis? Hallo, wat ben jij?
Wat kan je mij... Een aangetafeld. Oké, jij bent hartstikke... Oh, leuk, leuk, leuk. Oké, deze ding is natuurlijk ook agressief. Top. En kangoeroes. Ik zie kangoeroes. Daar kan ik wel echt blij mee zijn, denk ik. Wat is dat nou weer voor wezen? Wat is dit? 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 Ik heb nog genoeg stamina. Een fairy dragon. Helemaal top. Allemaal mythische wezens. En ik zie ook een ander soort oor. Dat kan hakken, maar een aangetafeld zit achter me aan. Dus ik kan hem dan niet gaan hakken. Zo, laat ik even hier een HP pompen. Want ik wil natuurlijk niet dat je doodgaat, meneertje. De PTE. Oké, we gaan eventjes... Hier, oh, dat is een gem spider. Ik heb geen idee waar ik met gem spiders kan. We gaan eventjes even chillen. En ik wil heel graag even proberen of ik überhaupt zo'n dingetje weg kan hakken. Zo'n steentje daar. Oké, laten we kijken, laten we kijken, laten we kijken. Oké, oh, gem spider. Nee. Foei, foei. Oké, even me door. Hij me door, hij me door. Oké, weet je wat? Val me naar beneden. Top, oké, dat is prima. Dan kunnen wij nu landen. Oké, kunnen wij dit hakken? Hallo. Hallo, kan je dit hakken? Het ziet eruit dat ik dit nog niet kan hakken. Nee, alles behalve dat dit kan hakken. Oké, wegwezen. Ik zag hier ook nog iets anders hier. Wat is dit? Wat is dit hier? Wat ben jij? Jij bent dirt. En wat ben jij? Dit voor spul? Dit is marble. Oké, dan nemen we ook wel wat mee. Misschien hebben we het later nodig. Oké, we hebben 10 marble. 10 marble is prima. Dat is meer dan genoeg. Ik weet niet eens wat je mee kan. Maar we hebben genoeg daarvan. En hier hebben we dan desert. Dus allemaal schorpioenen. Allemaal terrorbirds zijn hier natuurlijk dan. En kangaroes. Oh, damn. Oh, zoveel biomes zijn er. Zoveel dingen te ontdekken. En wat is dat dan weer? Oh, er is een carno ook daar beneden. En een eenoogige. En een... Oh, miniator. Oh mijn god. Miniator. En een cyclops is dat. Een cyclops. Ja. Level 4 tegen level... Oh mijn god. Spin attack. Yo, what the hell? En het heeft zo'n hartje. Dat betekent dat ze met vriendjes zijn, denk ik. Epic battle. Epic battle. Oeh, een gele straal. Maar die kan ik natuurlijk nog niet oppakken. En, oh, de cyclops. Oh, god, ga naar beneden. Dat is wel veilig. Kan ik wel veiliger meekijken hier. Ik ben best benieuwd wie er van deze gaan winnen. Er zijn natuurlijk 2-1 natuurlijk. Maar die andere is natuurlijk veel hoger level. Ik wil weten welke sterker is. En misschien droppen ze wel een heel goed item. Wie weet, weet je wel. Kan ik dat weer oppakken? Ik zie wat ik de... Oh, de cyclops rennen al weg. Oh, dat is een slecht teken. Dat is een slecht teken voor de cyclops. Even kijken hoe het hier gaat. Ja, die gaat denk ik hartstikke neergemaaid worden. Zelfs komen de terrorbirds naar beneden. Die komen voor mij, die terrorbirds. Oh, en die gaan nu voor de schorpioenen. Top. Het duurt wel lang tot die beesten dood zijn. Ja. Zeker wel. Oh, die andere komt weer. De andere coming to the rescue. En het wordt weer een 2 versus 1 battle. En er is eentje dood. Oh mijn god, ja. Allemaal loot. Zie je dat? Oh nee, die lul pakt de loot op. Of nee, ik zie nog wel een kistje. Zie je dat? Dat kistje moet ik denk hebben. Okay, als die allemaal weg zijn, dan is die loot daar. Die is van mij. Oeh, ik zal nog meer dingen doodgaan. Oh, het zijn allemaal schorpioenen. Oké, dat boeit niet zo erg. Oké, ze gaan weg. Ze worden weggeslagen. This is going great. Heb ik deze schorpioen? Hallo? Schorpioen? Kan je eventjes mij volgen? Top, top. Volg mij eventjes. Dan ga je eventjes hier het ravijntje in. Dat zou ik heel lief vinden. Yes, top. Dan ben ik van jou af. Ga ik nu deze cyclops looten. Oké, top, 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 top. Oké, wat zit erin? Botten. Heel veel botten. En wat zit in deze? Geen idee. Oh, ook allemaal botten. En, wat doe je? Ik heb geen idee wat je aan het doen bent. En de cyclops loopt nu hier. Heeft hij hem verslagen? Hallo? Oh, nee. Hij is nu aan het vechten nog verder met de Minotaur. Maar de Minotaur is aan het wegrennen, zie je dat? Hier is vluchting. Oké, weet je wat? Ik vind het helemaal prima hier. Hier staat hierbij. Can use the upgrade copper armor. Deze primal bone pieces. Hey, ik heb copper. Kan ik copper armor maken? Hallo? Copper. Helmet. Oh mijn god. En leggings. Dat moet ik maken. Oeh, dat is netjes. En dan kan ik die dingen uiteindelijk nog gaan upgraden ook. Oh! Ja, laten we deze dingen hier eens maar eventjes gaan leren. Dat is net iets beter dan ladder, want ladder hebben we natuurlijk nooit geleerd. Oh, nee, ik had... Wat was het wat ik niet had geleerd? Maar de allereerste klof of zo had ik niet geleerd. Ja, ik had klof overgeslagen. Het ook ladder blijkbaar ook overgeslagen. Ja, die zit hier, ladder. Dat is level 15 kleertjes. En dan heb je ook nog fur, maar dat komt later. Maar hier heb je dus kopper. Ah, die wil ik graag hebben. Zo, laten we naar deze portaal gaan. We gaan hier weg. Woepakee! En we zijn in een van de ice biome. Dit was niet... Hier heb ik niet mijn contract voor getekend. Waar de hel ben ik nou weer? Ik ga wel weer terug. Dit is niet de plek waar ik wil zijn. Ik ga trouwens hartstikke dood. Als ik hier ben. Hallo? Hallo? Waarom mag de portaal niet in? Dankjewel. Ik begin namelijk best wel snel dood te gaan. Oké, truffels moet ik eten. Truffels geven ook HP erbij. Oké, dan gaan we eventjes terug vliegen naar huis. Want in de desert wonen lijkt me ook niet zo'n heel slim plan. Hey, kijk jongens. Hier ligt zilverkappa. Alleen in mijn dromen ligt daar zilver. Oh, jongens. Ik ben trouwens doodgevallen.
Zou je misschien denken van, hey Link, hoe ben je doodgevallen? Ik drukte blijkbaar per ongeluk E of zo. Ik heb geen idee, ik ben ineens afgegooid. Heb ik alles overleefd en dan ga ik ineens dood. Oh mijn god. Was ook gewoon bijna thuis, hè. Ik was ook gewoon bijna thuis. En ineens druk ik blijkbaar E of zo. Ik heb helemaal geen eens E gedrukt en ik ben dood. Zie je, hier, daar was mijn huis. Ik ben hier dood gegaan. Top, helemaal top. Oké, jij mag een PTE volgen. Dan ga ik deze PTE eventjes hier landen, top. En ik sprong nog in het water, zo van, misschien overleef ik het dan wel in het water vallen. Nee, natuurlijk niet. Goed. Nou, PTE'tje meenemen. Kom je nog? Hallo, andere PTE? Top, dat zou heel fijn zijn. Zo, gaan we hier landen. We zijn weer thuis herenigd. Ga je eens even stoppen met volgen. Mag ik meteen stoppen met vliegen. En zo, neergezet. Top. Armor, dames en heren. Armor, dames en heren. Appels en peren. Laten we alles eventjes eentje van maken. Oké, nu heb ik alles gemaakt behalve kanten. Oké, die hebben we nog niet geklikt. We hebben volledig armor. Dat is heel vet. Oké, dan krijgen we niet zoveel armor ervoor. Ik weet niet wat veel armor is trouwens hoor. Maar eindelijk hebben we al een pakje dat we aan kunnen trekken. Kijk eens aan. Oh, wat is dat? Hartstikke lelijk zeg met dat haar wat ik heb. Gadverdamme. Maar we moeten het maar eventjes mee doen. Het geeft me 11 armor. Ik heb geen idee wat veel armor is. Laat ik even kijken hoeveel klof geeft. Klof geeft letterlijk 0 armor. En dat geeft wat meer hypotherium. Zeg maar, deze geeft evenveel hypotherium als leather. Maar geen hypotherium. En dan hebben we natuurlijk ook nog leather. En daarvan staat er helemaal niks bij. Waarom staat er niks bij leather? Oh, in mijn craft moet ik even kijken dan. Ja, leather geeft heel veel hypo, maar ook geen hyper. En dan geef maar 1 armor. Oké, dus dit ding geeft best wel redelijk wat armor. Mag ik hopen. Ik moet trouwens nog level 30 worden om überhaupt iets met magic te doen. Zie je dat? Als ik een ijzerspeer wil maken, moet ik level 30 zijn. En als ik überhaupt met industrial iets wil doen, moet ik ook level 30 zijn. Hier ben ik al natuurlijk nog een klein beetje mee bezig met koper. Dan kun je eigenlijk ook nog een crossbow maken. Allemaal andere gekke shizzle zie ik hier. Allemaal iron dingen. Oh, nice. Oké, maar ik zit bij mezelf te denken. Oké, we hebben best wel wat van de map al bekeken. Het ziet er een beetje rommelig uit voor de rest. Maar we hebben best wel veel gekeken. Het is heel erg veel swamp en mountain zit zeg maar linksbovenin. Ga ik naar beneden, hebben we desert en magic dingen wat ik tot nu toe heb gezien. En als ik naar rechts ga, zeg maar rechtsbovenin, dan kom ik bij frozen gebied en daar kan ik ook niet leven. En als je heel goed inzoomt zeg maar waar ik ben, dat kleine stukje waar ik ben, dat is het enige stukje wat zeg maar Novacy Grassland is. En daar is het gewoon eigenlijk veilig. Waar ik woon is het veilig. Dus denk wat ik ga doen is zoveel mogelijk rock verzamelen. Want rock kan ik natuurlijk heel makkelijk verzamelen. Ik denk dat ik gewoon met rock verder ga van stone. Dat zoveel mogelijk ga hakken. En daar uiteindelijk hier ergens zo op deze plek zeg maar een grotere basis gaan maken. Of in ieder geval een foundation van. Of in ieder geval iets qua richtlijn van een huis. Dit is namelijk veel te klein. Het is thatch. Het moet gewoon geüpgraded worden. Ik heb Rudy al gezien. Die heeft een stone ding. Wij moeten ook upgraden. Ik weet dat Pixark heel lang duurt tot ik überhaupt iets heb gebouwd. En het is grootschalig misschien ook niet heel erg bijzonder om de hele tijd naar te kijken. Dus daarom denk ik bij mezelf, dat doe ik dan eventjes offscreen. Ga ik voor jullie dit eventjes een groot gedeelte claimen en een mooi basisje van maken. En dan zien jullie in de volgende aflevering het resultaat ervan. Ik moet wel zeggen, we hebben wel weer lekker wat dingetjes gedaan vandaag deze aflevering. Een paar levels omhoog. We hebben eindelijk een keertje armor. Ik weet niet of ik een beter zwaard heb. We sowieso hebben wel een betere pickaxe en axe. En we hebben geprobeerd een griffin te temmen, waardoor het de titel en een thumbnail is geweest. Dat het heel erg fijn is. Dus bedankt jullie allemaal voor het kijken naar deze video van Pixark. Vond je hem leuk? Dan even een duimpje omhoog. Weet vooral hier twee andere video's te kijken. Natuurlijk boven een leuke video en andere de playlist van Pixark. En natuurlijk om mij te abonneren en merchandise te kopen. En dan zie ik jou in de volgende Pixark aflevering. En ik zeg nog maar één ding en dat is later.